wat een mooie historische stad is dit eigenlijk. Hè? Is dit een stad, Oudenbosch, dorp? Ik weet het eigenlijk niet. Maar mooie gebouwen allemaal hier zo in het centrum. En we zijn natuurlijk nog steeds bezig met wij pinnen voor u. Ik heb hem nog te pas en ik ga weer naar de volgende winkel. Ja, en dit is wel heel apart. Midden in een winkelcentrum staat Jora, tanken en wassen. Ik heb nog nooit gepind bij een tankstation. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik ga even oversteken. Ja, en je kan bij Jora niet alleen tanken, maar je kan ook nog je auto hartstikke mooi wassen. Wasbox 1, 2 en 3. En ook nog twee wasstraten. Echt te gek. En gewoon midden in het centrum van Oudenbosch. Ja, en 3 keer tanken is gratis je auto wassen, ook bij Jora. En nu is het wachten tot er iemand komt om te tanken. En volgens mij hebben we gewoon mazzel, want komt er net iemand aan. Die denkt natuurlijk dat we hier gewoon een reportage aan het opnemen zijn. Dat doen we ook gewoon net, of we dat aan het doen zijn. En we gaan even kijken of die echt gaat tanken. En als dat zo is, dan ga ik erop af met de pas van de ondernemers. En dan ga ik zomaar voor die meneer tanken. Maar die meneer gaat niet tanken. Ik ga even vragen wat hij gaat doen. Komt u maar om, meneer. Ja. U hoeft er niet te tanken toevallig? Nee, toevallig niet. Hé, dat is jammer. Ja, ik heb namelijk een pinpas, dan had ik voor u betaald. Oh, jammer, jammer. Ja, is die echt helemaal leeg of niet? Nee, hij zit helemaal vol. Hij zit helemaal vol. Nou, ik ga even met u mee naar binnen. Ik heb net getankt. U heeft net getankt. Moet u ook wel eens uw auto wassen toevallig? Ja, ik moet wel eens mijn auto wassen. Zullen we dan even kijken, want ze hebben hier ook bij Jora. Goedemiddag. Ja. Ik ben namelijk van de ondernemersvereniging. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Jeroen en ik mag vandaag mensen kijken. Ik lig hier ook. Zie je, Mr. Hoi, Pin komt u verrassen. Nou, u bent degene die ik ga verrassen. Hebben jullie ook abonnementen voor wasprogramma's? Er zijn abonnementen. Ja. Alleen die zijn nog niet ter beschikking. Dus die komen nog. Wasprogramma's. Ja? Wasprogramma's. Nou, ik wilde voor die meneer tanken, maar die heeft al getankt. Zijn tank is helemaal vol. Dus ik wilde hem eigenlijk gewoon een cadeaubon geven. Kan dat wel? Ja, dat kan. Dan krijgt u van mij 100 euro. Dan kunt u heel wat keren uw auto mee wassen, toch? Dat is goed. Dankjewel. Ja. Of ook tanken. Hè, als die leeg is. Hij komt vanzelf op. Komt vanzelf op. Nou, dan wil ik graag een cadeaubon van 100 euro voor deze meneer. Super. Is u een leuk idee, hè? Ja, ik vind het geweldig. Ja. U heeft thuis wat te vertellen. En het leuke is, we filmen het ook nog. Dus het komt allemaal op beeld. Okay. Op de Facebookpagina van het winkelcentrum. Ja. Nou, daar gaan we. Nou, komt helemaal goed. Nou, en nu is die geslaagd. Mag ik de bon voor jou mee hebben? Kijk, top, dank u wel. En dan wachten we even tot de cadeaubon eraan komt. Die wordt gehaald, hè? Oh, die wordt gemaakt. Oh, dan gaan we even kijken. Dat willen we wel graag zien. Dit systeem kan doen. Ja. Staat 100 euro op de cadeaubon. Nou, kijk. Nou, doe je goed. Kijk. Dit is de waspas, alsjeblieft. Nou, bedankt. Ja, waar kwam u eigenlijk voor? Waar ik voor kom? Ja. Ik kwam eigenlijk sigaren halen. Die mag ik niet pinnen, dus dat komt hartstikke goed uit. Die moet je dan zelf afrekenen. Hé, hey, fijn weekend, hè? Hartstikke bedankt, jij ook. Oké, en dankjewel, hè? Succes, en tot ziens. Komt goed. Houdoe.